Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Sharona Moti. Er is een Wakapsa evenement dat wordt op 4 december gehouden in De Vos aan de Gemeenelandsweg. Wat de Wakapsa inhoudt en wat we daar allemaal kunnen beleven, dat gaat Sharona ons zo direct vertellen. Ik kan u alvast een tipje van de sluier lichten. En het gaat er namelijk om dat de Wakapsa is voor Surinaamse ondernemers. Sharona en haar team die gaan ervoor dat Surinaamse producten over enkele jaren de Surinaamse schappen kunnen vullen. En dat we veel minder afhankelijk hoeven te zijn van producten die uit het buitenland komen. Prachtig initiatief dus. We gaan luisteren naar Sharona. What we need is a little Q-time. Hi Sharona, welkom in Q-time. Dankjewel voor deze kans. Goed, wanneer je praat over inderdaad een ideaal dat je Surinaamse producten als zodanig wil promoten, dan verwacht je niet zo'n jonge dame aan de andere kant van het beeld. Dus vertel een beetje wat over jezelf, zodat we een beetje weten waar je vandaan kan komen met dit idee. Ja, dus ik ben zelf ondernemer en ik weet hoe moeilijk het was voor mij om te starten, vooral als je jong bent. Want je weet nog niet zoveel, je kent nog niet al de winkels, al de plekken waar je moet zijn om een goede onderneming te kunnen starten. En nu ben ik al ongeveer 3-4 jaren bezig met mijn eigen onderneming en het gaat heel goed. Toen heb ik besloten met een paar andere ondernemers, ook vrouwelijke ondernemers, dat we een platform willen creëren voor andere ondernemers, zodat ze van elkaar leren, dat het publiek naar hun toe komt. Leren communiceren met het publiek, weten wat het publiek wil, zodat ze ook hun producten en diensten kunnen aanpassen aan de hand van het Surinaams volk. En we willen niet alleen de kleine ondernemers, maar ook de grote ondernemers op onze eventen, zodat ook de kleine ondernemers kunnen leren van de grote ondernemers en omgekeerd dat de grote ondernemers, weet je, de jongen een beetje begeleiden in het ondernemerschap, zodat ze weten dat het mogelijk is om groot te dromen. Oké, heel erg mooi. Ik neem aan dat je dit niet alleen doet? Nee, ik doe het met 2 andere geweldige vrouwelijke ondernemers, namelijk Tanisha Mandung van PRM's en Christel Wongsokromo van CJ's. Oké, en dat zijn ook allebei dames zijn ook zeg maar ondernemer van zichzelf. Maar wat doe jij eigenlijk voor als ondernemer? Ik doe eigenlijk a lot. Mijn hoofdbusiness is mijn bakbusiness, Cheese Rolls. Daar maken we voornamelijk cinnamon rolls, donuts, waffles on a stick. Dat is ons Mickey's bekend product. Daarnaast doe ik ook event planning. We hebben een venue available voor mensen om te huren. Waar je ook gelijk terecht kan voor de decoratie. We maken piñatas. Al de desserts worden dan gedaan door Cheese Rolls. En we hebben ook personalized stickers. Dus alles wat voor een feestje kan je bij mij bestellen. Ja, oké. Nice. Interessant. Hoe lang geleden ben je hiermee begonnen? Met mijn bakbusiness ben ik ongeveer 3 jaar terug begonnen. Mm-hmm. De inspiratie was natuurlijk mijn dochtertje. Mm-hmm. Ik dacht van, ik wil iets doen waarbij ik niet weg ben van het. Dus ik wil nog altijd in de buurt blijven, zodat we samen kunnen bakken, samen dit iets kunnen doen. En toen heb ik besloten om te bakken. Ik dacht van, daarmee kan ze ook soms meehelpen in de keuken. En ze vindt bakken ook zelf niet leuk. Dus vandaar die inspiratie. En ja, als je iets leuk vindt, is het gemakkelijk om te groeien erin. Omdat je bereid bent jezelf te scholen erin, de nodige dingen te leren. Dus ja, vandaar. Ben je begonnen met bakken vanuit je huis, vanuit je keuken? Ja, vanuit mijn eigen keuken. En nu mijn bakkerij in te richten, dus hopelijk één keer. Ja, oké. En dan heb je het daar niet druk genoeg mee dat je de Wakapsa gaat organiseren. Het is op 4 december, dus 1 dag, hè? En ik neem aan dat er ondernemers zijn die zich mogen aanmelden bij jou om deel te nemen. Heb je een bepaalde groep ondernemers die je daar het liefst zou willen zien? Nee, we willen dat er gewoon van elke branche een ondernemer is. We willen ook een nieuwe branche, zodat er niemand weet. Zodat als er mensen zijn die komen, of het publiek dat komt, als ze zien van, ik zou dat graag willen doen, maar je ziet niemand dat doet. En dan kom je op de beurs en zie je dat er iemand is die het wel doet.
activities dat je anderen kan inspireren. Dus we willen gewoon van alles, van alles en nog wat hebben. We staan nu wel al bijna op onze limit. We hebben nog slechts, ik denk, 5 tot 6 plekken nog over voor registratie. Ja, dus okay. Dat gaat heel vlot. Experience was heel goed. Ja. Dus vandaar dat die enthousiasme is bij de ondernemers om dit te doen. En het leukste ervan is om terugkerende ondernemers te zien. Want dan weet je van één. Ja, want ze vinden het leuk en ze hebben er toch ook wel wat aan gehad om bij jou te staan. Hoeveel standjes zou je kunnen accommoderen? We kunnen tot nu toe 35 standjes. Oké, okay. En dat is dus in de Vos? Ja. Oké, okay. En ik neem aan dat jullie daar de hele dag staan? Vanaf 's morgens tot 's middags? Vanaf 2 uur tot 9 uur in de avond. Oh, oké, okay. Dus de middag en de avond. De ondernemers dus de tijd om een boot op te zetten, mooi te decoreren. En echt mijn complimentjes aan de mensen die meedoen, de ondernemers die meedoen. Elke keer zijn hun boots geweldig gedecoreerd. De hoeveelste keer is het dat je dit organiseert? De Wakapsa Experience is de tweede, dit is de tweede editie van de Wakapsa Experience. Maar in totaal hebben we 4 events. Twee andere waren iets kleiner, mm-hmm. maar deze willen we tot jaarlijks terugkerend maken en steeds groter proberen te gaan. Ja, ja. Oké. Okay. Very nice. 35 standjes mogen de mensen dus verwachten in de Vos. Je hebt nog enkele plaatsen over. Wat zou je kunnen meegeven? Wat wil je vertellen aan de mensen om ze te overtuigen om te komen naar de Wakapsa Experience? Nou, kijk, we leven nu in een hele moeilijke situatie. En de koers is heel hoog, dat weten we allemaal. En om de Surinamers eigenlijk te helpen, kunnen dat Surinamers alleen. Surinamers alleen kunnen Surinamers helpen. En het land kan pas draaien als het bedrijfsleven gezond is. Dus als de Surinaamse producten meer op de schappen komen, als het Surinaams publiek meer geloof heeft in de Surinaamse producten, kunnen we onszelf voorzien, kunnen we het geld laten rolleren in het land, zodat we niet al het geld sturen naar het buitenland, doordat we de meeste producten importeren. Dus ik zou zeggen aan al de Surinamers, maakt niet uit waar je woont, kom gezellig langs naar de Wakapsa Experience. Het is een event door Surinamers, voor Surinamers. Kom kijken wat het Surinaams, wat ondernemerswereld allemaal te bieden heeft. Zodat we, weet je, uiteindelijk het land zelf draaiende kunnen houden. Oké, okay. Ik neem aan dat je wel uitkijkt voor een goede balans. Want je weet, de Surinamers eten en drinken altijd op de eerste plaats. Maar dat inderdaad niet alleen maar eten en drankstentjes zijn, maar ook stentjes zijn van mensen die echt ook iets produceren. Want anders is het een eet- en drinkfeest. Is ook wel leuk, maar en de dingen die haarproducten gaan tonen aan het publiek. We hebben een geweldige kids playground waar je springkussen gaat hebben, popcorn, suikerspin, noem maar op. Er is een kleurhoekje, een schilderhoekje. We hebben natuurlijk diverse eetstandjes, maar we hebben ook de geweldige ondernemers die leuke tassen maken, leuke scrunchies. Alles dat in Suriname. Je hebt ook shampoo. Je staat er versteld van de verschillende dingen die in Suriname gemaakt kunnen worden. En als je die producten ziet, lijken ze gewoon op internationale producten. Zo netjes gelabeld, leuke shampoo, zelfs deodorant, kan je gewoon in Suriname vinden, door Surinamers gemaakt, net Surinaamse producten. Ja, en ik denk dat als het publiek dat soort dingen ziet, dat ze meer vertrouwen krijgen in de Surinaamse producten. Maar Suriname het ook. We kunnen het ook. Dat ben ik helemaal met je eens, Sharona. Hartelijk bedankt. Daarvoor, ik heb toch even een laatste korte vraag. Moeten de mensen toegang betalen om naar binnen te komen bij de Vos? Ja, dus de toegang wordt waarschijnlijk 35 SFW. Dat moeten we nog even Checken met de politie. Oké. Okay.
Prima. En voor de kids worden 20 SRI voor de 20 kinderen. SRI voor kinderen en 35 SRI voor volwassenen. Even nog checken onder voorbehoud. Oké. Sharona, hartelijk bedankt voor de informatie. Heel erg veel succes met de Wakapsa Experience. Ik vind het een prachtig initiatief van jonge onderneemsters. En ja, dat is gewoon geweldig. Dus tweede keer, hopelijk is het goed, zodat we volgend jaar naar een misschien een grotere venue kunnen. En daardoor ook kunnen zeggen dat we meer Surinaamse ondernemers moeten uitnodigen. Want ze moeten allemaal een plek hebben op de Wakapsa Experience. Dankjewel. Succes met de organisatie. Ik hoop dat jullie ook zien op de beurs. We doen ons best. We doen ons best. De dag is een beetje tricky. Maar we doen ons best. Maar in ieder geval, we wensen je wel het beste toe. En ondersteunen dit initiatief sowieso. Thank you very much. Oké. Okay. Is goed. Thank you. Bye. Tot zover het gesprek met Sharona Motti. Zij heeft gesproken over de Wakapsa Experience die op 4 december zal worden gehouden in De Vos aan de Gemeenlandsweg. Het gaat erom dat Surinaamse ondernemers, kleine ondernemers of misschien ook wel grotere ondernemers daar hun waar of hun kunnen tentoonstellen stellen voor het publiek. En dit moet allemaal leiden tot het stimuleren van ondernemers en ondernemerschap in Suriname. Zet het alvast op de agenda. 4 december is nog enige tijd verwijderd, maar dan kunt u uw kalender vrijmaken voor deze Surinaamse experience, zoals Sharona dat zelf heeft uitgelegd. Bedankt voor het hebben willen kijken naar Q-Time en tot de volgende keer.